dit is pas weer een ontbijt, zeg. Echte croissantjes. Wat heb jij, Lola? Niks. Mama, die stuurt zomaar een croissantje door het tosti-apparaat. Ja, joh. We hebben net ontbeten. We gaan ons nu verplaatsen van dit hotel naar een ander hotel, ongeveer 10 minuutjes verderop. De prijzen waren daar wat gunstiger. We hebben daar 3 bedden en het ziet er ook prachtig uit. En dan komt ons welkomstdrankje. Nieuw opdrikje. Lekker. Ietsje kleiner, maar ik denk dat het hier wel kan. Hé, hey, precies naar het zwembad. We gaan nu even de was doen. We gaan het niet zelf doen, maar we laten het doen. Laura wil er ook uit gaan zien als een Myanmarese vrouw met Tanaka. Deze mevrouw van der Was die is zo vriendelijk om dat voor ons te verzorgen. Dit terrein hier in Bagan zijn duizenden van dit soort bouwwerken. Ze zijn gebouwd tot aan de 13e eeuw. Sommige van deze bouwwerken worden nu gerestaureerd. Maar men doet daar eigenlijk weinig tot geen historisch onderzoek naar. Men gebruikt ook cement en dat is een gruwel voor de mensen van de UNESCO. En volgens mij staat het ook niet echt op de lijst van werelderfgoed. Very hot. Dan beweeg je nog. De grond die kookt echt. De stenen zijn heel erg leuk. Wie is het dan? Tante Jetty. Waar dan? Jetty is het Engelse woord voor stijger, pier. Oh, ik dacht dat het restaurant was of zo. We hebben zojuist wat averij opgelopen met de brommer. Ik heb een lekker voorband. En deze meneer die gaat voor ons nu even de mensen bellen voor wie de brommers zijn. In de hoop dat ze snel weer een nieuwe komen brengen. Want we willen natuurlijk door. You wait 30 minutes. Oké, thank you. Jezus. Yes, yes. Het is toch prachtig? Heel mooi. Overstekende koe. En daar komt mama aan. Pak ze een steentje. Ja. En dan gaat ze schieten. Ja. Maar ze richt niet echt. Doei. Bye.